hoe jij je gaat voelen. Dus, maar ook met, het met de gedachte dat dit waarschijnlijk zo gaat blijven. Hè, dat voor de komende 10 jaar. Nou, nee, maar ik persoonlijk heb het gevoel dat dit voor langer gaat zijn. Dat gewoon klaar is nu. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, vandaag is het, hoeveel is het vandaag? 20. 18. Ik heb gisteren 19 ergens opgeschreven. Echt? Ja. Het is vandaag 18 juni. En ik ga vandaag naar de fotoshoot waar ik het over had. En ik ga voor de eerste keer werken in 2 weken. Ja. Dus mijn moeder gaat me wegbrengen. En als ik op tijd ben, dan ga ik ook nog door naar zwemmen. En Sergio heeft een late dienst. Heel veel succes. Dankjewel. Laten we hopen dat de mooie. Goed zijn, Sylvester. Dankjewel. Hopelijk worden de foto's mooi. Vast wel. En niet slecht op de film. Wacht even zo. Dit is mijn hele goede vriend. Die heeft echt super mooie foto's gemaakt. Die jullie misschien niet gaan zien. Dat, ik vrees van niet. Ik vrees van niet, maar wel hele mooie. Hè? Ja, jij maakt alleen maar mooie foto's van mij. Nou, dankjewel. Zo, nou, ik heb gisteren echt een hele gave shootdag gehad met Sylvester en ik heb al allemaal foto's binnengekregen en ze zijn echt fantastisch. Het is bijna jammer dat ik ze niet met jullie kan delen, maar dat is misschien iets te pikant. Maar ik ben ontzettend blij dat ik het toch gedaan heb, want ja, je hebt toch een beetje het gevoel van het is nu of nooit meer. Hoi. Hey. Daar kom je even bij staan. Oké. Okay. Ja, ik dacht ik kan ze ook openen bij de, waar de rest bij is. Maar nou, er zijn dus 2 pakketjes binnengekomen. Want wij dachten, we zijn natuurlijk veel aan het zoeken geweest. Toch ook al naar pruiken. Nu kunnen er ook echt hele mooie op maat gemaakt worden en zo. Maar we hadden ook een hele mooie gezien. Op bol.com voor maar €50. Dus we dachten, ja, voor dat geld kunnen we het gewoon eens proberen. Dus ik ben ontzettend benieuwd. In ieder geval, het hoofd is al binnen. Wil je ook meenemen naar buiten dan? Dat hoofd? Ja. En het pakketje. En ik heb gezellig visite. De opa's en oma's van uit Tilburg zijn er. Gezellig, hè? Jazeker. En ik heb alvast een heel gaaf cadeau gekregen van Sergio voor mijn verjaardag. En dat is namelijk dat ik het slaapliedje die ik gemaakt heb voor Jesse Silver geschreven, dat ik die mag opnemen. Dat wilde ik eigenlijk al heel graag, dat we dat maar gewoon hadden vastgelegd. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Ik heb gebruikt nog geen zoute garantie op, prima. En op het moment moest ik een nieuwe bandje, want moest per se die bandje hebben, want het is speciaal gebruikt, bla bla bla. Nou, dat kon hem niet. Echt even gek. Ja, dankjewel. Moet mama de nieuwe haar misschien? Ja. Zit er niet zo? Nee, dat is de pijn. Goed. Oh, kijk. Dat is raar, hè? Ja. Ja. Ja, dat is raar. Wacht maar tot het mama kaal is, dat is best raar. Waar is het begin? Denk. Aan de voorkant. Ja. Oh, nou. Het ziet er wel mooi uit. Ja. Zo. Oh. Ja. Ik vind hem daar heel goed uitzien. Ja. Zo. Die haar. En nou heeft mama natuurlijk nog heel veel haar. Hij is soepel. Dus dan komt hij heel erg omhoog en zo, maar dat is natuurlijk niet het plan. Mama, van mij van ja. Ja, wat vind je ervan?
Mooi. Leugenaar. Oh, ja. Ja, je moet er wel iets naar achter. Je moest precies zien waar je eigen haarlijn zit. Anders dan... Voorzichtig met het hoofd, hè? Nou. Niet laten vallen. Nee. Oh, dat is wel mooi. Doe jij eens even heel gewoon tegen haar. Nee, want ik kan net kapot, daar weet ik alles van. Dun 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 dun. Nou, hij ziet eruit als een papegaai, hoor. Dat is zo'n valkpakiet. Oh. Al die vogels ineens. Ja. Oh, kijk, dadelijk komt die papegaai. Papegaaipakiet. Ineens op ons. Een valkpakiet. Nou. We hebben de pruik geprobeerd en het stond niet slecht en de kleur was heel mooi. Maar hij begon al uit te vallen. En hij was niet heel vol, dus je zag heel snel het netje zitten. Ja, en dat is gewoon niet wat je wil. Dan moet je altijd iets van een petje of iets eroverheen, dat het op zijn plek blijft zitten. Met één windvlaag, dan zie je dat netje zitten. Dus dat gaat hem niet worden. Dus die ga ik toch terugsturen. En dan ga ik gewoon kijken bij haar zaken. En kijken of er misschien iets op maat gemaakt kan worden. Of dat ik daar echt een hele mooie van goede kwaliteit zie. Want als je er dan mee gaat lopen, dan wil je ook gewoon vol zelfvertrouwen ermee kunnen lopen. En niet alleen maar bang zijn dat andere mensen er raar naar kijken. Of dat die ineens afvalt. Of... Dus... Ja, daar hou ik jullie van op de hoogte. Ik heb even een chef ingehuurd. Privé chef. Het was serieus de beste deeg in mijn leven. Privé chef. Nou, er ziet er verdomd goed uit. Oh, heb jij zaad? Ruikt ook echt lekker. Mm-hmm. Ik ben ook benieuwd wat voor de saus smaakt, want die heb ik wel wat anders moeten maken. Hij ruikt in ieder geval heel lekker. Ja. Nou, ben benieuwd. Is wel heet. Heel heet. Zullen we even kijken? Oh, hij gaat al op de pizza. Vind je lekker, Jess? Ja, wacht eens. Heet. Kauwen. Heet. 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 Kipbollen. Kipbollen. Zo. Goed zo. Zo, moeders zijn weg, of alle opa's en oma's. En de rust is weer gekeerd. Wij zijn nog heel eventjes wat emoties aan het aflopen. Eventjes lekker hoofdje een beetje leegmaken. Het is ook best lekker weer, niet te warm, niet te koud. Het is in ieder geval droog. En nou, we hebben toch een soort van, wat kleinere schaal, maar gewoon lekker even jouw verjaardag gevierd nog. Deels. Deels. Nou ja. Ja, niet echt, maar gewoon. Echt heel erg gaan vieren dat, alles is een beetje zo onder voorbehoud. Dat is heel gek, net alsof je aan het einde van je zwangerschap zit. Ja. Ja, onder voorbehoud ben ik erbij. Ja.
Maar ja, ik ben dus de 22e van juni ben ik jarig. En ik zei net tegen mijn zussen, ik zeg ja, ik krijg een leuk verjaardagscadeau joh. Ik zeg 22 juni, dan komt de verpleegkundige bij me langs en die zegt, nou, je bent nu oud genoeg, 31, hup, overgang. Het is allemaal wat. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik zei gisteren tegen hem van, het voelt wel een beetje zo. Heel, kijk, normaal gaan we overgang, gaat gelijkmatig, weet je wel. Daar kan vervelend zijn, maar je leeft erin mee. En nu heb je wel echt het gevoel van, nou, dit is de dag, daar komt de spuit. Ja. En ja, alsof je dan gewoon zo de vrouwelijkheid aan je wordt onttrekt of zo. Ja, nee, juist. Kan je alleen maar... Nou, je bent nu gelijk 20 jaar ouder. Ja, ik kan alleen begrip tonen. Ik weet niet, ja. Ik kan me niet voorstellen hoe jij je zou moeten voelen. Of hoe jij je gaat voelen. Dus, Maar ook met de gedachte dat dit waarschijnlijk zo gaat blijven. Hè, dat voor de komende als... 10 jaar. Nou, nee, maar ik persoonlijk heb het gevoel dat dit voor langer gaat zijn. Dat gewoon klaar is nu. Want en, ik moet geen hormonen aanmaken. Nou, ze hopen, als het wel genetisch is, moeten mijn eierstokken er sowieso uit. Dus dan is het sowieso al klaar. Ja. En is dat niet zo, dan moet ik, nou, ze zijn gezien de tumor die je hebt. Laten we zeggen dat ik de volle 10 jaar heb, dan ben ik 41. Ja. Mijn moeder ging geloof ik 41, 42 jaar, ging zij in de overgang. Ja. Dus je hebt best wel kans dat ik er nooit meer uitkom, om het even maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. Dat mijn natuurlijk systeem al de overgang in is gegaan. Ja, ja, dat is wel ja, een pittig idee, zeg maar. Ja, wat ik in ieder geval wel heel confronterend vond was de pruik. Nee, aan de ene kant vind ik het gewoon super mooi dat het kan en dat je er al zo knap mee bezig bent. En ja, als je het dan zo ziet en je schuift het zo weg zodat je echt je haren niet meer ziet, dan denk je van shit, dus straks, ja, zo gaat ze er dus uitzien. Dat is gewoon echt. En ik had ook nog eens geen make-up op. Dan heb je helemaal ontbloot op willen gezien. Pas op. Kom, ik had toch niet veel plezier. Maar ja, gewoon heel verdrietig dat het gewoon echt gaat gebeuren nu binnenkort. En, ja. Van de week ook de eerste keer, het helemaal niet of ik dat al verteld had. Hoe? Maar dat was echt de eerste keer dat ik echt, ja, gewoon boos gevoelens kreeg. Dus je denkt van ja, je moet eigenlijk gewoon bezig zijn met Jesse Silver en met het huis en met je werk en alle andere leuke dingen en mooie dingen. En, nu ben je ineens bezig met chemo en een pruik kopen. Dus dat vond ik even moeilijk. Had ik nog niet zo gehad. Je hebt dus ook vaak dan een opstapeling van emoties die je dan de hele tijd door hebt proberen in te houden. En dan ineens dan merk je gewoon... Ik denk ook dat je emmertje wat kleiner is geworden. En al sneller vol loopt door middel van alle emoties die je hebt. Nou, gaat het gelukkig al wat beter vandaag. En we lopen echt. Ja, daarom snap ik ook niet helemaal waarom je ons hierheen dirigeerde. Laten we dat maar eens goed doen. Gewoon op de stoep waar het hoort, gaan voor de tram. Zo, dan ga ik dadelijk alsnog wel. Het ligt onder de tram. Maar goed, ik geloof dat wij gewoon heel veel steun hebben aan elkaar. En ik vond het ook wel mooi. En familie en vrienden en ja, ook. Weer alle reacties. Ook dat je mam vorige week zei van ja, ik heb ze ook nog nooit lelijk horen doen tegen elkaar. En dat klopt. Huh? Ja. Dus één team, één taak, dat samen zijn we sterk. Ik zat al te wachten gewoon dat ik denk van wat ga je hiervan maken, want je bent te hard aan het nadenken nu. Maar nee, nou ja.
Als je mij zou vragen, zou ik... We hebben nog nooit ruzie gehad. Nee, in mijn optiek hebben we nog nooit ruzie gehad. Een discussie. Ja, discussies wel. We hebben nog nooit schreeuwend weggelopen van elkaar of naar elkaar toegelopen of deuren slaan of iets in die trend. Ja, misschien komt dat nog. We zijn nu in... Misschien ben ik wel ineens een heks dadelijk, Poepie. Oh nee. Nou, even. Ik hoop echt... Even dan. Dat ik hier net zo goed op reageer en geen last van heb. Als dat ik bijvoorbeeld nooit last had van de pil, bijvoorbeeld, en mood swings. Oh ja. Dat ik dat niet heb gehad tijdens mijn zwangerschap. Zwangerschap dat ik echt dacht van zo, wie ben ik? En dat ik geïrriteerd was om alles. Ja. Dus ja, ik hoop dat, dat ik daardoor net zo goed reageer op al die andere veranderingen. Samen komen we hier wel door. We zijn dus eventjes gaan lopen. Oh ja, ik zie hem. Ik zie hem ook. Sowieso lopen. We zijn dus... Bij de horrorpolar. De horrorpolar. De horrorpolar van Den Haag. In Den Haag is er dus een, zo'n paaltje geplaatst die uit de grond komt. Zo, weet je wel. Als er een bus aankomt, dan gaat hij dus omlaag. Maar mensen die zijn dus niet gewend dat die pollard er is. En dan rijden ze dus, nou ja, hoe weet ik niet precies, of ze rijden er gewoon echt volle bak tegenaan. Ja, dat dingetje gaat omlaag en ze rijden ze gaan dus de bus achterna. En dan is die bus voorbij en dan komt die pollard omhoog en dan... Zitten zij op die pollard. Op de pollard. En dan dus sinds het begin van juni... Heel die auto aangekocht. Helemaal echt. Die is gewoon helemaal tot los. En er zijn dus al 15 tegenaan gereden sinds het begin van juni. Ja. En wij dachten, we gaan hem even een bezoekje brengen. Ja, we gaan even goed met hem praten met dat ding. Eens eventjes kijken wat hier nou fout gaat. Ja. Oh, ze hebben wel leuke views. Van een gesprek één op één. Er staat een appartement ernaast met een balkon. Dus die hebben gewoon view op de pollen. Ja, ik zag ook foto's op Twitter. Het is wel een voordeel. Moet wel, ik denk van die is nog hoger. Dat ze gewoon naast het ziekenhuis zitten. Ja. Dus mocht er wat zijn, dan is het gewoon met de brancard naartoe rennen en terug het ziekenhuis in. Nou, en eerlijk is eerlijk. Je kan mij niet vertellen dat er niet genoeg borden staan om te laten zien dat er iets aankomt waar je dus gewoon niet doorheen kunt. Ja. Maar dat ligt aan mij, hè? Ik denk dat het fout gaat op het moment dat ze daar zien. Ja. Ik zie op de grond lijnbus. Ik zie daar bordjes. Ik zie daar bordjes. Maar normaal mocht je hier gewoon langs, volgens mij. Nee. Nee? Nee, want er was een bussluis. En die bussluis is nu vervangen door die paaltjes. Ja, misschien moeten ze dan gewoon van die... Van die hefbomen, hoe noem je dat? Is het dan een hefboom? Slagboom. Slagboom. Daarvoor doen. Een hefboom. Een hefboom. Mijn hersenen zijn nu al aangetast. Nah. Kijk, er staat nu hier na 40 meter een pollard en uitgezonderd lijnbussen en hulpdiensten. Ja. Dit is toch niet te missen? Het is niet te missen, maar ik snap dat als jij daar vandaan komt, dat je gewoon in een... je denkt, ik rij gewoon rechtdoor, daar zit geen bocht aan, dat je gewoon doorrijdt. Als daar een bus overheen staat, zie je ook niet dat er lijnbussen staan op de grond. Dan... Maar dat is wat er het meest... Kijk, daar gaat er erin. Ja. Kijk, die rijdt er langs. Oh, die kan er langs. Het is geen probleem, want die poller staat uit. Maar het probleem is, dat als de bus er staat, is die poller omlaag. Ja. En dan zien ze dat kreng niet, dan rijden ze er achteraan en dan komt het ding omhoog. Hoe lang zouden we hier moeten staan voordat het een keer gebeurt? Nou ja, we staan hier al 10 minuten, er is nog steeds niks gebeurd. Dit vind ik, ja. Dat we er even voor springen. Kijk uit. Ik had er iets meer van verwacht van de horrorpoller. Ik vind het ook een moeilijk woord ook nog eens. De horrorpoller. Horrorpoller. Nee, maar ik snap het wel. Ik denk dat ze ook gewoon echt een bord van je moet hier naar rechts. Oh, het staat daar misschien wel. Wacht even, het staat daar. Ga eens kijken. Ik denk wel. Dus eigenlijk als het ware gewoon voor de echte debielen, slagboom, stoplicht,
Die hebben ze bij treinen natuurlijk ook vroeger van die knipperende stoplichten. Ja, en misschien wel gewoon een verkeersregelaar. Wat staat erop? Ook nog eens. Misschien nog op de. Ja. Ja, weet je, het is, wij hebben dus ook, wij zeiden tegen elkaar. Kijk, op het moment dat het één keer gebeurt, dan denk je. Kan gebeuren. Nee. Ja, oh zo, ja. Nee, kan gebeuren. Twee keer, denk je van. Dat is dikke pech. 15 keer in amper 2,5 week. In 2,5 week? 15 in 2,5 week? Dat is gewoon bijna één per dag. Dat is wel echt heel veel. Dan denk je wel, daar gaat wel echt iets, iets fundamenteels mis hier zo. Maar ja, eerlijk is eerlijk, ze hebben wel heel veel borden neergezet. Maar toch is het. Heel veel borden, maar toch gaat het fout. Is niet duidelijk. Nou, we kijken het nog eventjes aan hier. Ik zou zeggen dat als die poller moet voelen of er iemand overheen rijdt. Net zoals met een lift, dat als je je hand ertussen stopt. Ja, dat zou eigenlijk niet zo heel moeten zijn. Dat hij dan weer terug gaat. Sensor. Ja. Ik heb de oplossing. Nou. Ja, we weten, het is niet de bedoeling om rechtdoor te gaan. Maar om zoveel schade te voorkomen, dat hij gewoon als je er overheen rijdt, dat die poller dat herkent. En denkt, shit, ik moet weer omlaag. Ja. Alsjeblieft. Nou ja. Echt wel heel. Ja, ik denk dat het uitvinden moet worden. Maar ik denk graag in oplossingen, hè? Dat is het. Ja. Nou, ik heb gelijk uitzicht op het ziekenhuis waar ik de komende tijd mijn tijd ga doorbrengen. Wordt mijn tweede thuis, denk ik, voor 5 maanden. Gelukkig is het dichtbij. Dat is wel prettig. Ja. Nou, ja. Weer teruglopen? Nou, laten we hier nog eventjes 10 minuten wachten. En als er dan nog steeds niks gebeurd is, dan. Dan vinden we het zo. Dan degradeer ik hem ook van horrorpoller naar. Weet ik nog niet. Dan moet je dat niet verzinnen. Ja? Oké, okay. Mooi. Ja. Oh! Oh! Dat was ik al bijna! Er ging er gewoon eentje hier, die gaat nu achteruit. Hij wilde achter de bus aan. Je ziet het wel meteen fout gaan, inderdaad. Oh, hij of zij. Maar er zat een kindje achterin. Dat je bijna denkt, ja. Ja, nee, dat is niet. Er zat een kind achterin, dus dan hadden we ervoor gesprongen. Ja. Ja, maar hij ging gewoon vanaf hier. Ja. Dus het was niet eens van rechtdoor, hè. Hij ging vanaf hier. Rechts. Ging hij naar achter de bus aan. Hij wilde bijna achter de bus aan. Ja. Ja. Nou, dat geeft meteen wel aan eigenlijk waar het probleem zit. Ja. Als je dus daar aan komt rijden, oh nee, hier hangt ook een bord. Ja, daar komt ook staat ook een bord. Dat staat er wel op. Maar toch is het niet duidelijk. En komen ze wel van deze kant? Hoe zit het aan de andere kant? Hey. Oh. Die gaan we ook nog eens zoeken. Kom. Hi, journalist. René van Ginkel. We gaan onderzoek doen naar de horrorpoller. Weginspectie. Horapolla. Kijk, dan kom je dus van de andere kant. We hebben nu aan een redelijk dichtbij ding gezeten. Maar kom je van. Oh, daar komt een auto. Oh, en die komt er nu. Oh ja, die gaat er nu achter komen dat er een poller omhoog staat. Nee. Maar die gaat geen ongeluk maken. Ja, maar dat is ook nog het geval. Kijk dan, tot hoe ver ze nog af kunnen slaan. Dat is het probleem. Oh. Kijk, maar als dus hier een bus voor had gestaan. En dat ding was omlaag. Dan hadden mensen erachteraan gereden. Ja. Kijk, ja, deze moeten draaien. Ja. En hier gaat het dus fout. Ja. Ja, zie je? Die heeft een foutje gemaakt. Ja. Ja, ik dacht eerder aan John maar van de Heuvel. Je ziet wel gelijk dat het echt fout gaat. Ja. Ja. Duidelijk, ja. Die ook. Als hier een bus voor had gestaan, dan waren ze, dan hadden ze erop gezeten. Dit is natuurlijk ook nog eens, hè? Die bus die stopt hier ook nog eens eerst om mensen uit te laten stappen. Ja, dus mensen gaan erachter staan. Ja. Ja, wij hebben hem wel door hoor, waar het misgaat. Ja.
Dus ze hebben er ook al een keten neergezet hier van verkeer intro. Dit wordt eigenlijk gewoon een testlocatie. Ja. Hij is nu al gezakt. Kijk, de bus rijdt weg. Die poller. Aan beide die kanten. Denkt ineens. Komt omhoog. Ja, zit die auto er zo bam. Onder. Sta je met je auto helemaal naar de Redfern. Dan schrik je er helemaal de koleren. Heel je voorkant eraf. Naar de voorkant? De onderkant? Ja, de onderkant. Met de voorkant. Met de voorkant. Heftig. Als die al te hoog zit en ze rijden door en ze zien ja, dat nee, want dan, hij zit in je... Ja, je rijdt gewoon je hele auto tot de los in één keer. Maar wij hebben het al nu... Ja, wij hebben het al ontdekt. Al een paar keer bijna fout zien gaan. Ja. Als er een, we weten al zeker dat als er een... Daar komt de ambulance aan, denk ik. Of is dat de brandweer? We weten al bijna zeker dat als er een bus voor had gestaan, dan had het zeker weer fout geweest, denk ik. Ja. En ik heb nu al 5, 6 bussen voorbij zien komen, dus die komen ook nog eens knijten vaak. Ja. Oh ja. Dit was de analyse. En even geen kop uit. Kijk, we zijn nu bijna thuis. Daarachter wonen we op dit moment. En hier op de brug kijk je uit. Op het Haga ziekenhuis, Leijenburg. Waar ik overigens ook geboren ben. En voorlopig nog niet dood zou gaan. Vond je dit een leuk vlog? Nee, leuk bruggetje dit. Hey, leuk, leuk bruggetje. Nou, wil je ons verhaal blijven volgen? Vergeet er niet te abonneren. En steunen. Ja, abonneer dan eventjes. Ik reageer graag op jullie reacties. Nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Doe even een like en tot de volgende vlog. Ciao.